Ja, dit is een wild verzamelde plant. Zo'n plant als dit, die is al heel oud en je ziet dat die ook een beetje verstoord is gegroeid. Met één druk op de knop zit ik ook gewoon vast aan de aankoop. En als ik pech heb, kan ik daar een enorme boete voor krijgen. En dat is dus ook het gemak waarop eigenlijk op internet je eigenlijk de wet kan overtreden. Nederland is op het gebied van plantenhandel echt een wereldspeler, want we hebben de grootste plantenveiling ter wereld. En er worden hier ontzettend veel planten verhandeld op dagelijkse basis. Maar het is niet alleen de legale handel die floreert. De laatste jaren neemt ook de illegale handel van uit het wild gehaalde planten toe. Vooral bijzondere orchideeën en cactussen zijn populair. Op online marktplaatsen betalen verzamelaars met liefde honderden euro's voor soorten die in het wild met uitsterven worden bedreigd. Dit is wel een ernstig bedreigde en zwaar beschermde soort. Dit is Strombocactus disciformis en het duurt dus 50 jaar voordat zo'n plant zo groot is. Als mensen zo'n hele grote plant graag willen hebben en niet het geduld hebben om er zo lang op te wachten, dan worden die planten toch uit het wild gehaald. Om de handel in bedreigde dier- en plantsoorten te reguleren, bestaat CITES, een internationaal verdrag waar vrijwel alle landen aan deelnemen. In dit verdrag staan zo'n 30.000 bedreigde plantensoorten beschreven. CITES verstrekt handelsvergunningen om zo de stroperij van deze soorten aan banden te leggen. Toch is niet iedereen even enthousiast over de werkwijze van CITES. Het wordt zo moeilijk gemaakt om met elkaar genetisch materiaal te delen. Er zijn ook planten die heel zeldzaam zijn, die heel makkelijk te kweken zijn, waarvan kwekers eigenlijk zo worden gestimuleerd om die plant vooral niet te kweken, dat die dus zeldzaam blijft en dus ook kostbaar. En dat is dus ook gevaarlijk voor de soort, want daarmee onderhoud je ook een beetje een vraag naar wild verzamelde planten. We hebben als botanische tuin wel een soort van een uitzondering, waardoor het makkelijk is om plantmateriaal met elkaar te ruilen. Maar bijvoorbeeld als wij planten willen kopen van een kweker, dan is dat nog steeds heel erg lastig. Koos Wubbe is zo'n kweker. Hij heeft meer dan 4000 soorten orchideeën in zijn kast staan, waaronder een aantal zeer zeldzame exemplaren. Die is uitgeroeid in de natuur. Komt uit Maleisië, dat is de enige plaats. En dit is de enige blauwe die er bestaat. Maar we hadden vorig jaar 4 takjes staan. Toen heeft iemand hem meegenomen om te bestuiven. Dat is mislukt. Maar van het najaar gaan we het weer proberen. Volgens Koos kunnen kwekers juist helpen bij het beschermen van zeldzame planten. Door ze op een verantwoorde manier te vermenigvuldigen en zo een legaal aanbod te creëren. Maar het CITES-verdrag zit hem daarbij in de weg. Iedere verkochte orchidee betekent veel papierwerk en hoge kosten voor de exportvergunningen. Dat maakt het bijvoorbeeld moeilijk om zaden te delen. Officieel staat er in de CITES-regels planten of delen daarvan. En zaad is delen daarvan. Zaaddoos opsturen is alleen maar gunstig, want dan hoeven die planten niet uit de natuur gehaald te worden. Een vergunning kost €150. Nou, die mensen die kopen voor 10 of voor 50 euro planten en dan moeten ze een vergunning van €150 erbij betalen. Hier zien we een heel mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Dit is de Volumnia nobilis. Dit is een soort conifeer uit Australië. En die is niet zo heel lang geleden is die ontdekt. Je kan bijna wel zeggen herontdekt, want hij was al wel bekend van fossiele vondsten. Maar ze wisten niet dat de boom nog ergens leefde. De Australische regering die wist al vrij snel dat er dus een run zou ontstaan op deze planten. En heel snel hebben ze een heel goed plan daarvoor gevonden. En dat is dat ze deze boom zelf op grote schaal zijn gaan vermeerderen. En ze hebben ervoor gezorgd dat die boom dus voor een relatief goede prijs eigenlijk overal verkrijgbaar is. Dus iedereen die zo'n boompje wilde hebben, die kon dus legaal zo'n boompje kopen. En de opbrengsten daarvan, die kwamen ook weer ten goede van die soort. Waar ze voor op zijn gezet vind ik echt een heel nobel streven, is ook echt nodig. Maar wat ik echt bezwaarlijk vind is dat CITES echt zijn doel voorbij is geschoten. Dus ze kijken eigenlijk niet genoeg naar wat is echt in het belang van de planten. Ze kijken nu echt naar wat is in het belang van het vasthouden aan de wet. Ik denk dat als CITES, verenigingen, privépersonen en ook botanische tuinen die eigenlijk bijdragen in het behoud van de soort wat meer vrijheid geven, is het ook makkelijker om uiteindelijk deze soorten van de CITES-lijst af te gooien. Want als een plant zeg maar de markt overspoelt en heel weinig waarde heeft, dus nog maar een paar euro waard is per stuk, dan gaat niemand meer naar de natuur om die planten uit het wild te halen. Kwekers en botanici als Koos en Rogier pleiten er al langer voor dat CITES meer commerciële kweek en handel van bedreigde planten toestaat, zodat er juist minder wilde planten uit de natuur geplukt worden.
Criminologe Anita Lavogna deed hier onlangs onderzoek naar. Titus it's probably an slightly overcomplicated systems, but it's the best system that we have nowadays. I think that much of the problem here is that CITES is seen as a burden, not as something that actually helps. It might be true that you know, some collectors know what they do and actually they can, you know, like help conservation in a way. But I think that you know, it's just like gives us a sort of like narrow picture. The world of traders is not just made by those passionate collectors. It is made by people that have this kind of like collector fever. They will just like pay everything for that specific specimen. The fact that something comes from the wild still gives that specimen for some people a sort of extra value. So I think that probably what is really needed here is a better dialogue between CITES authorities and some of the like nurseries or plant enthusiasts, etc., and finding new and better ways to allow certain like groups of peoples and experts to facilitate the you know, the positive, if you want, growth of certain species. So definitely a better dialogue is more needed there, but again, it's not just by like opening up completely the commerce probably that you will like solve the issue. Ben 87 jaar en hoe lang ik doorga weet ik niet. Voorlopig ga ik nog door. Blijf ik de mensen mee blij maken. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.